Bobby. Ja, ga je nou maar. Oké, jullie hebben dus net kunnen zien dat ik deze heb gevuld met appel. Ja, appeltjes. Lekker, hè? Dat is lekker. Lekker een frisse tuik nemen. Zo, zo. Ja, jij hebt inderdaad een frisse tuik. Zo, dank u. Ja, een hele goede middag allemaal. Welkom bij deze gloednieuwe vlog. Wij zijn Roderick en Karen. En Karen en Roderick, ja, dat zijn wij. Het is vandaag vrijdag 9 juli 2021 en het is 1:30 geweest. Ja, wij zijn dus nu lekker aan het lopen met de drie dames. En zometeen ga ik eventjes in met mijn buurvrouwtje, Bobby, even uitlaten. Klein stukje. En dan, mensen, willen jullie gewoon heel veel kijkplezier op deze gelukkige vlog. En weer we daar, Bobby. Ja. Hi kerel, kom maar. Kom maar. Lekker, hè? Kom maar. Kom maar, naar oma. Kom. Ga mee. Naar oma toe. Bob, ga mee. Bobby, ja, ga je naar oma. Kom maar, over. Wacht, nou, zitten trouwens. Bob, zit. 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 Goed zo. En over. Kom maar. Ja. Keurig hoor, kerel. Ja hoor, keurig. Kom maar. Naar oma toe, hè. Ja. Kijk. Kijk. Daar op ze ook. Gaaf voor dit. We hebben een hele grote. Dat is hetzelfde als deze. Deze is nu even op dit moment leeg, maar ze zijn even het water even aan het verversen voor de diertjes. Oké, hoeveel aloe vera wil je hebben? Allemaal voor €2,50, dus dat is niet heel duur. Nee. Je hebt allemaal aloe. En we zijn dus een hele grote winkel. Lekker groot. Kijk, daar hebben we Ro. Scheelt weer. Kijk, hier hebben ze, kijk, lekker vlees. En daar hebben we zeevoed. Yes, lekker. En wat denk je? Cola, kijk hè? Kruidenthee. Kruidenthee, oké, ook goed. Top, helemaal goed. Speciaal voor jou. Welke? Wat is dat dan? Lekker. Ja, maar wat is dat? Tamarinde, de sap. Wat is dat dan? Lekker. Waarom is dat lekker dan? Is lekker voor jou, je proeft het toch niet. Nee, maar wat is het? Tamarinde, zo'n vrucht. Deze ook lekker, met gemberbier. Nou, we gaan dat even meemaken. Ja. Hebben we en daar ook nog een coconut? Nee, dat is coconut. Die ook niet. Dat is niet lekker. Ook niet lekker. Appelsap. Dit is, weet ik... Appelazijn. Bah! Appelazijn. Ja, maar wij gaan eventjes verder koekeloeren. Dat vind ik leuk, ja. Zo, kijk. Hoe groot deze mooie winkel is. Het is mega groot hier. Is mega groot, hè, schat? Mm-hmm. Kijk, hier heb je allemaal kokosmelk. Kokos. Allemaal. Oh ja, toen hadden we hier dan weer wat anders. Kijk, schat. Kijk. Gembert. Dan heb je hier nog veel meer. Je hebt lekker mais hier.
Je hebt daar nog allemaal dingetjes. En ze gaat nog wel helemaal door. Nou, Ro die kijkt zijn ogen helemaal uit. Is dit niet deze gele? Ja? Oké. Okay. Nou, dat zeg ik. Deze winkel is mega groot. Nou, vanaf deze pad komen we net uit. We hebben nog deze. We hebben nog die. Dus we gaan zo en dan zo. Daar komen we daar er weer uit zometeen. Dus ja. En ja, ik heb ook wat een en het ander gekocht. Dit zijn allemaal 45 centjes. Dit is iets van 2 euro. Dus, mooi. En Rodi heeft ook het iets. Dan heeft Ro deze. En lekker papaal broodjes. Yay. Deze tunnel, deze stukje ken ik nog niet. Nu wel. Waarom denk je dat ik aan het filmen ben, schatje? Tuurlijk, ja. Ik zit even raad te redeneren hier. Ja. Deze tunnel ook niet, volgens mij. Nee, ja. En je gaat alweer een beetje omhoog. Wat gaan we eigenlijk eten? Kippie. Kippie? Hm? Wat bedoel je kippie? Gewoon kip. Waar? In de koelkast. Nee. Zeker wel. Kip? Ja, kippie. Wat en welke kip? Ja, oh, kipdonner. Zeg dat dan. Ja. Kipdonner. Ja, bijna op de water. Rechtdoor.
anders ga je weer helemaal dikker op rijden. Dan ga je weer helemaal via Voorburg. Ja, dat is helemaal ja, mag. Wat jij wil. Ja, dat niet dan. Nee, dat gaat niet heel mooi. Nee, dat gaat het niet. Nee, nee. Dat is niet relevant. Jammer. Zo, morgen. Het Esta, dat is toch. E is dus. Dat is Spanje, toch? Ja. Espanjolen. Geef me lekker hierin. Doe maar, jongen. Jij hier maar in. Dag. Doei, meneer. Zometeen de tunnel door. Mm-hmm. Dat was niet echt een slimme zet van die auto volgens mij. Je mag hier niet en niet lopen, hier, hè? Niet? Nee. Jammer. Ja, jammer, hè? Niet lang. Nee, we gaan er nu onder Centraal langs. Ja. Toen was het weer donkerd. Je kan ook gelijk doorrijden. Dan gaat je weer omhoog en dan via... achterop. Motorrijder, toe maar. Goed zo, jongen. Jij kan lekker manoeuvreren, ja. Wij niet. Met een auto. Nee, niet die manier. Je mag hier rijden met je lijnbus. Dan ga je daar rijden. Terwijl je hier mag rijden. Ja, we hebben nog steeds groen, dat is handig. En geef hem de ruimte. Ja, gaat toch weer die kant op waarschijnlijk. Ja, dat zeg ik. We mogen eerst. Hallo Dirk. Oh nee.
mag haar niet aan deze kant inhalen. Nee. Dus je moet inhouden. Jammer, joh. Ga je echt serieus ons inhalen? Serieus? Wauw. Hij haalt ons in aan die kant. Mag dat? Zo dicht bovenop zitten. Dat is handig. Zuinig. Ja, maar ze ging er echt net erachter plakken gelijk in één keer. Ik hou lekker van moeilijkdoen.nl. Dat is een hele grote lijn. En ik hou lekker van moeilijkdoen. Ik kan hem ook losmaken hier aan de achterkant, daar heb ik geen zin in. Nee. Ik ga eens even kijken tot hoever ik hem mee kan sleuren. En dan dat ik hem wel misschien zometeen los moet halen. Daar zeg ik al, ik hou lekker vandaag van moeilijk doen. Vind ik leuk. En hij is circa 10 meter, dus het kan ook langer wezen, circa. Het kan ook net iets korter wezen. Ik ben echt zo meteen benieuwd hoe lang hij echt is. Zo, gaan we eens even goed opmeten. Hoeveel meter zou dit al wezen, man? Dit wat ik hier al heb. Meter zo. Ja, hoe dan? Je pakt het ene eind tot hier. Dat is ongeveer een meter. Nou, dan is dit dus een... Nee, dat kan dat bijna. 1 meter. Ongeveer. Dit is 1 dus. Ongeveer. Ja. Dan ga je dubbel vouwen. Dan heb je 2 meter. Dat is 2. Dan zeg ik, ik hou van moeilijk doen vandaag, dus ja. Nou, de overige 8 meter nog. Zeg ik, ik hou van moeilijk doen. Ik
Ik hou lekker van moeilijk doen. Moeilijk doen heb ik zin in. Hou ik van. Vandaag. Terwijl ik onwijs moe ben, maar oké. Hou ik gewoon van moeilijk doen vandaag. Zo duur was deze lijn niet. Nee. 9 euro. Voor 10 meter. Maar ik krijg een lamme arm ervan. Ja. Ik mag het afstaan. Als je nou gewoon eerst die daar pakt. Dat gaat hem toch niet worden, liefie, hoe jij dat doet. Dat gaat niet. Nee, niet. Ik ga lekker zo draaien. Nee. Nou, zo, zet dat in. Nee. Zo wel, ja. Ik ga het hier weer doen. Ja. Eerst dit. Dan gewoon. Huh? Dan weer terugdraaien. Nee, dat gaat niet. Nou, weet je nog niet. Je moet gewoon zo, juist. Ik hou van moeilijk doen. Grappig moeilijk doen. Lange lijnen, moet ik zeggen. We houden vandaag van moeilijk doen, zeg maar. Dat is leuk. Het wordt wel steeds makkelijker. Het is moeilijk meer, het is niet leuk. Hè? Huh? Het is niet leuk meer als het makkelijk wordt. Dat is niet leuk meer, zegt vrouw ook nog. Maar deze raakt ook niet zomaar in de knoop, volgens mij. Eerst opletten. Kijk, nu kan je wel je pakken zo, Martijn. Het is grappig.
Kijk, en nu kan je hem hier pakken. Nee, dan moet je het rustig draaien, schat. Kijk. Dit is te moeilijk. Nee. Niet doen. Niet op die manier. Doe deze pakken. Een stukje. Ja, pak. Nou, dat is geen stuk. Nee, deze. Juist, dank u. Je wil het moeilijk doen. Kijk, dus dit is al nog steeds moeilijk. Maak me het gewoon moeilijk. Alsjeblieft. Moet hem voorzichtig doen. Nee, dat gaat hem nou niet, want nou wordt hij wel heel erg. Bijna haken tegen mijn kop aan, ja? Bijna. Eigenlijk heb je geen kop. Tegen mijn hoofd aan, ja? Ook goed. Ben ik denk wel op, zeg je. Nou ja, knip hem maar door, dus heb het goed. Daag. Ik heb prima. Ben er klaar mee. Ben er helemaal klaar mee. Maar rouder ik niet, zeg maar. Die vindt het alleen maar leuk. Ga je doen. Ontwarreld. Hij was helemaal ontwarreld. Bijna, dat is het helemaal. Zet je raar naar de rust. Ja, daarom hou ik op kijken. Hè? Doe het op jouw manier, heb jij je zin. Wat? Doe het op jouw manier, heb jij je zin.
zijn we aan het doen? Doelloos online aan het uit elkaar aan het halen. Doelloos. Doelloos. Het heeft toch een doel? Ja. Maar je moet hem dus niet al te sterk maken, dus had je hem een beetje te sterk dan? Ja, een beetje, ja. Nou, de coronavirus er een griep op je lichaam. Zegt hij ook nog, hè? Lekker? Hij is heel zout. Joh, vandaag is hij ook sterk is. Zeg ik net. Hij is heel zout. Wil je water bij hebben? Ha, bah. Ik ook. Wat een lijn, hè? 10 meter, mijn god. Maar dan hebben ze wel alle drie gewoon 10 meter, weet je? Ja. En hoeveel meter heb ik al in mijn handen laten gaan? Heel veel. Heel wat meer dan 10 meter. Ja. Hoe hebben ze dit in elkaar gedaan? Nou, opgedraaid en dan dingetjes er doorheen. En dan aan elkaar gemaakt. Ja. Oh, rustig. Ja, schat. Zal ik doen, schat. Dat kan wel stuk. Nee, alleen maar lijn. Alleen maar lijn. Alleen maar lijn. Lijn, 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 lijn. Met handvat, jee. Joh, je meent het en met een handvat. God. Nee, je luistert. Jammer. Ja, jammer hè? Ja. Ik luister toch nooit. Wat zeg je? Ja, wat zei je? Ik hoor je niet. Geen idee, ik moet aan mezelf niet eens. Nee, precies dat. Ik zeg dat we hier het handvat hebben. Ja, joh. Het is een handvat. Ja, ja. En een leuke pijnhaak. Kijk uit. Auw. Dan mag ik het niet doen met mijn handen. Ik bedoel met mijn tanden. Met je tanden niet. Auw. Ik had veel eerder moeten doen. Nee. Nee. Nee, ik wou wat anders doen. Nee. Oeh, dat doet toch zeer ook. Nou, mag ik uittesten op jou? Nee. Dat doet toch zeer ook. Nou. Oké, okay, mag ik die andere fles waar die dop een normale dop op zit? Een draaidop in plaats van deze, alsjeblieft. Zou dat mogen? Een draaidop. Ja. Een draaidop, ja. Oh ja, in de slaapkamer. Volgens mij. Volgens mij, dan kan hij even over. Nou ja, en dan kan die gewoon. Dan wil ik daar de honing in en dan daar iets anders in. Moet ik even kijken welke. Mag jij die andere kiezen? Hè? Die is niet koud. Nee, maar die moet dan wel. Hij is koud. Maar ik wil hier dus honing in. Ja. Ik heb het water helemaal. Nee, gek maar, want dan kan ik hem gelijk vullen en dan kan daar nog zometeen. Oké, okay, ik heb hier dus een waterfles. Ja, hier staat wel Jumbo op. Maar ik heb deze.
dus gekocht voor 45 cent. Dat is honing. En je moet dus, even kijken, ja, krijg hem open. Ik denk misschien ruik ik wat, weet het niet. Oeh, zo, joteren. Je ruikt dat het honing is, ja. Zo. Zo, moet je ruiken dan. Man. Nee, ik bedoel in dat zakkie. Maar ruik niet. Stik je neus, hè. Ik ruik niks. Niks meer, nu niet. En dan doe ik het er zo in. Kijk, leuk. Oeh, vies. Vieze kleur, jongens. Wil je die andere twee flessen ook even vullen met water in die doos van de aircooler? Ik kan daar ook smaakjes in. In de doos, hier achter de deur, heb ik vanaf die aircooler. Daar kan ook gewoon water in. En daar kan daar dus ook wat smaakjes in. In de doos van de aircooler. En dan gaat hij zo. Ja. Wil jij even wat water van die even proberen hierover te gieten? En anders. Het ruikt wel lekker. Ja. Ik wil deze dus in de koelkast. Ik wil alle flessen zo meteen in de koelkast hebben. Ja. Dat gaat wel, maar ik weet, maar deze moet in de deur. En dan wil ik die gelijk ook weer vullen met een smaakje. Kijk eens. Als jij dan even zo meteen een smaakje drie uit wil zoeken. Nee, nou mag jij twee uitzoeken en ik wil ook nog eentje uitzoeken. Zo. Deze is honing. Nee, ik. Nee. Oh, dan ga je het zo doen. Goeie keus. Ja, die. Nee, ik. Die en die andere. Dit is en dit is roze. Roze, die andere is. Nee, die. Nee, even schat. Ik wil even. Oké, dit is en dit is roze. Oké, mooi. Alsjeblieft. Dan wil ik die andere. Nee, dan mag jij die en die andere twee uitkiezen. Mag ik dan. Dan in de. Ja, oké. Het is appel. En. Oké. We hebben tonic. Ik weet niet of jullie het goed kunnen zien met al die. Tonic. Ook 45 cent. Bij de Aziatische winkel. Appel. En dan hebben we nog rozen. Dus. We gaan het eens even kijken. Lekker vanmorgen om mee te nemen. Hey schat. We kunnen wel morgen lekker veel drinken meenemen. Lekker met smaakjes. Dan doe ik de rozen in die. Yes. Zo. Zo, die raakt ook. Man. Zo. Deze ruik je goed. Oké, dan. Man. Maar niet baar, maar ik ben het gewoon niet gewend. Moet je ruiken dan? Deze is een.
Sterk, gewoon een roze. Nou, en die ga ik dus ook weer vullen. Wat een beetje rozig. Zo. Doppie, waar had je doppie? Lief topje van deze. Oh, oh hier, haha. Zo. Lekker rozig, rozig. Dan heb ik hier. Doe van deze daar naartoe even deze pleiten. Even deze die kant op. Oké, dan doe ik tonic in deze. Zo, man. Zo, ik hoop dat jullie wat zometeen iets kunnen zien, beter. Nou, deze verkleurt niet zo. Zo. Moppie? Ja? Dan wil ik graag die laatste fles. Ja. Deze ruik je niet zo? Nee. Deze is wel gevuld. En dan ga ik de appeltjes doen. Als je... Ja, geef die nou eerst maar even mij. Yes. Alsjeblieft. En dan gaan we de appeltjes nu als laatste doen. Maar als dit wel lekker is, dan gaan we deze dus vaker halen. Hè? Zo duur is het niet. Ja. Ja. Ik haal het zelf. Zo, man. Schatje. Proef jij eens even. Nee, nee, dan moet je hier even komen. Kijk hem hier al, is lekker. Nee, ik wil hem hier nemen. Ja, let maar. Ja, hou maar even nu. Oké, dan gaan we nu de appeltjes erin doen. Ik wil even een goede kant hebben. Zo. Wind, zien jullie het? Ja, wel, hè? Ja. Zo. Doe ik even daarin. Oh, krijg je massage zo. Zo. En nu
deze ook lekker koud zetten. Al nog een beetje drinken en kijken hoe het gaat smaken. Ja. Oké, jullie hebben dus net kunnen zien dat ik deze heb gevuld met appel. Ja, appeltjes. Roderick heeft nu net gezegd dat het eruit ziet als heel sterk appelsap. Nou, ik heb het dus net goed geschud. Dat doe ik nog een keer even goed. Dan ga ik alvast een slokje nemen. Dan gaat Roderick zo dan even hier op het hoekje zitten. Maar ga het ook gaan proeven. Nou, de eer aan mij. Smaakt nog lekker ook? Ja. Ja. Alleen er zit geen suiker in. Ja, het is glutenvrij en suikervrij. Okay. Maar hij smaakt nog lekker ook. Ja, je moet niet ruiken, nee. Je moet gewoon drinken. Hij smaakt nog lekker ook. Dit smaakt echt naar... Appelsap. Appelsap dat je zelf geperst hebt, zeg maar. Ja. Vruchtenpers. Ja, maar je mag er wel bij. Ik ga lekker weer naar huis nemen. Daaah, moela. Verrassend lekker. Ja. Ja. Smaakt naar groene appels, zeg maar. Groene appelsap. Ja. Hij is echt lekker. Ja. Heel raar. Verrassend lekker. Ja, lieve mensen. Ja, het is een tijd van een vlog openen. En het is een tijd van een vlog weer afsluiten. Nou, die tijd is gekomen. Ik ga vragen of jullie deze vlog leuk vonden. Zo ja, vergeet dan niet te abonneren. En een duimpje vergeet die zeker niet. En als je er tijd voor hebt, laat even dan een leuke reactie achter. Want als ik tijd heb, dan krijg je zeker een leuke reactie terug. Dan zou ik zeggen, dank jullie wel voor het kijken. En dan zie ik jullie graag morgen terug bij een gloednieuwe vlog.